krijg nu opeens hier een plek in de neus, hier bij de oog. Zo stom! Waarom ben ik zo? Ik ben heel trots op jou. Kruikjes. Ik weet niet hoe ik dit ga editen in een verhaal dat jullie niet helemaal krankjoren voor mij worden. Op dit moment is de assistent in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft. Een hele goede morgen. En welkom bij een nieuwe vlog. Ik was net eerst wachtende en ik was aan de beurt en ik word gewoon een soort van weggedrukt. Nummer 3. Ik ben gewoon weggedrukt. Jezus. Ik heb zo'n hekel aan. Ik bel even omdat ik een antibiotica kon krijgen voor Lia. Het is nu wel donderdag in plaats van vrijdag. Maar gisteren ging het heel erg jeuken. Dus zat ze er steeds aan. Dus ik zei afblijven. Dus ik heb hem nu weer afgeplakt. Maar nu heeft ze dus hier en in de neus ook wondjes. Bellen nummer 2. Dus dat zou betekenen dat het een soort van... besmettelijk is. Maar ja, ik heb er ook heel de tijd aan gezeten en ik krijg er dus verder helemaal niks van. Het lijkt dus een zwemmersoor te zijn, dus een buitenoorontsteking. Dus ja, als er niemand aankomt, daarom goed in ieder geval afgeplakt. Maar goed. Even weer allemaal in de raad houden. Vermoeiend dit. Ja, dan ga ik de boodschappen doen en ik zou eigenlijk met Denise en Nina en Lia naar het Nijntje Museum gaan. Maar ik moet met Tim's vader weer bloed prikken, want ik moet ze weer ergens bloed voor prikken. Ik vind er nog wel wat hoor. 30.000 keer bloed prikken en niks qua duidelijkheid. Oké, de antibiotica voor Lia is van alle markten thuis. Dus dat maakt op zich niks uit voor dat vlekje. Dus die kan ik vanmiddag ophalen. Gaan we er toch maar aan beginnen. Ik heb voor mezelf ook morgen even een afspraak. Voor wat problemen down under. Als je vrouw bent, you know. Ik heb toen zelf ook een keer antibiotica gehad en daar reageer ik altijd op. Dus dan moet ik weer een antibiotica voor de antibiotica doen. Ik ben echt geen fan van antibiotica. Maar goed, het is wat het is. Ik zeg ja, ik heb wel pas morgen plek, want in de eerste 15 minuten zijn alle plekken weg. Ja, je drukte me weg! Maar ik kon toch niet vandaag, dus dat maakt niet zo uit. Ik ga nu eerst sporten en dan ga ik de boodschapjes weer halen. Ik zit even alleen te denken. Deka, Lidl, Albert Heijn. Oh, dan ga ik gewoon lekker bij bad weer sporten. Het is koud, jongens. Mijn god, ik heb het echt koud. Oh, mijn god. En ik probeer die auto op warm te zetten, hè? Maar alles beslaat. Mijn auto denkt ook van, oké, maar hier is nog airco tijd. Nee. En vanmiddag wordt het dan wel 15 graden, maar het is nu 8 graden of zo. 9 graden. Mijn god, het is koud. Oh. Nou goed, nu ben ik in ieder geval weer blij. Ik wat minder. Doe mij maar gewoon lente. Ik denk lente. Ik vind zomer ook wel lekker hoor, die warmte. Maar te warm hoeft ook weer niet. En dat is dan weer het probleem in de zomer. Maar ik hoef dat regenachtige herfst. Ik snap niet dat mensen dat lekker vinden. Maar goed, gelukkig zijn we ook allemaal verschillend. Dat maakt de wereld weer een stukje leuker misschien. Goed verhaal, lekker kort ook. Ik ga even een banaan lezen. Onze nieuwe printer is binnen, dus ik kan eigenlijk het verzendlabel uitprinten om mijn camera op te sturen. Dus ik ben nog maar even aan het laatste, een beetje fatsoenlijk beeld. Want daarna moet ik met mijn oude camera gaan filmen. Nee, daar wordt niemand helemaal gelukkig van. Kijk, weer. Dicht. Ik vond die dunne proteïnewafels, die zijn heel dun, maar het is wel heel lekker om een snackje mee te maken. Ik weet niet of dat proteïne echt ergens op slaat, maar goed. Frambozen raak. Ik heb ook weer een keer peren, want er waren maar 2. En het zat in mijn bonusbox 3 voor zoveel. Het is gewoon de beste, lekkerste limonade. Mijn mening. 2 paprika's. Bloembelegen 30 plus. Ik zag dit bij de Albert Heijn. Geen idee of het natuurlijk ook lekker is. Dat zou ook handig wezen, maar... Halfvolle vanillejoghurt, die kregen die altijd op kinderdagverblijf. Of de BSO. Dus dat wou ik ze nu thuis ook hebben natuurlijk. Verleer mijn kind mager, dat ik heel veel zin in. Een klein kuipje meegenomen. Want Tim eet het niet, anders gaat dat bijvoorbeeld. Cottage cheese light, was er ook eindelijk eens een keer bij de Lidl. Zuivelspread light. Dit is een tipje voor flipjes voor kaaszout. En dit zijn, net zoals die babybel, dat is heel jong. Dit is ook jong, maar dit is ook nog eens... 30 plus.
light. Tenminste, het is light. 30 plus. Ja, 30 plus. Jongen, kaas. Scheelt toch weer wat. En dat vind ik altijd even lekker snacky. Nou, proteïne ijsbar zijn natuurlijk nooit meer opleveren. Nee, die zijn nooit meer leverbaar. Ze dus hebben heel die vakken leeg. En ik vind ze gewoon het lekkerst. En ik vind die potten ook wel lekker. Maar ik vind die witte chocola gewoon heel erg lekker. Hier zit ook niet heel veel calorieën in zo'n kleintje dan. In een grote wel, maar in zo'n kleintje niet. Dus voilà, en die is dol op witte druiven. Dus dan heb ik ook mee, die waren bij de Albert Heijn in de aanbieding. Maar ook bij de Lidl, als het goed is. Anders heb ik iets gekocht dat niet in de aanbieding was. Ik krijg er ook niks van. Even de vriezer. Die vriezer weer gaan ontdooien. Ik heb helemaal geen zin in, maar dat hele plafond is sowieso met ijs. Lekker alle andere boekje. Is dit gekocht. Denk je, wauw, pistoletjes van me. Wat doe ik? Ik heb er zoveel zin in. En het was natuurlijk nooit helemaal een dieet. Maar ik heb nu 2 eitjes gekookt. Ik heb dus die vleer meer kennen dan een pistoletje. En dan zoveel zin in. Spinazie. Ijsbergslaan. Chocolade. Wafels. Ik denk trouwens, van al die zijn ze ook heel goed gekruid. Maar daar kom ik eigenlijk bijna nooit meer. In hoofdstuk kom ik er altijd. Maar... Gentebollen. Zo'n verhaal dat je denkt, nou, nobody cares. 3 komkommers. Kiezenbroodjes. Kruimtomaten. Peppersteak. Magere Franse kark. En dat ik. Kijk, dat was maar 2 euro. Dat valt ook wel mee. Dus dat is een Turkse pizza. Met een kipfilet en ik heb een keer Ardennen boterhammetjes voor Lia. Cookies, gebrokken, soepstengels, snijbonen. Dat is natuurlijk gezonder om dat vers te kopen, maar ik vind ze toch echt lekkerder. En dan heb ik weer een week lang boterhammetjes en 2 keer magere melk. Dan heb ik een half brood en een heel brood, want er ligt hier nog een half brood. Dus ik denk... Doe het even zo. Pepsi. Die koop ik dan bij de Lidl. Daar is hij toch net wat goedkoper. Een appelsap. Magere kork. Heb ik er 2 van. Een citroen. Neppe crackers. Wat moet je die crackers altijd? Krakots. Aardbeien. Smeerkaas 20 plus. Dit zijn uien, maar bio-uien. Maar die waren echt niet gratis. Ben ik zo. Oh, ik ben olijfolie vergeten. Ja, goed, oké. Okay. Aardbeestje. Hagelslag. Grote hagelslag met snoepjes. Extreem grote verpakking. Kipsnitzels. En extreem grote verpakking. Magere rundegak. En hier zit nog een extra Franse kork. Volgens mij zei ik al dat het op de 2 waren. En dan heb ik nog dit. En dan moet dus bij de Jumbo, daar waren die Cicino bubbles in de aanbieding. Dus dat haal ik dan eventjes daar. Goed, ik zet even het weekmenu hier neer. Ja, het is best wel een goed weekmenu qua dieet-wise. Nou, volhouden. Ik heb er deze keer een beetje moeite mee. Dus ik krijg die vakantiekilo's er gewoon niet af. En het is gewoon weer 2 kilo wat eraf moet. En ik krijg het er gewoon niet af. Ik blijf wel steady op gewicht. Dus dat is dan weer een voordeel. Maar... Ik ben een beetje dieetmoe, vandaar dat ik zag zo'n pistoletje. Oh, daar heb ik zoveel zin in, ik ga het nu ook gewoon doen. En even een beetje loslaten, want ik ben gewoon heel erg op die eiwitten. Maar ik wil het gewoon net even wat meer gaan loslaten en een beetje op gevoel eten. Maar dat gaat heel snel mis. Dus ik moet het wel weer in de gaten gaan houden. Maar soms laat ik het even een beetje los, omdat ik... het een beetje lastig vindt. Dus ik ga even kijken hoe dat gaat op de weg. Zo kijken als hij dan meteen weer omhoog schiet. Omdat ik het dus blijkbaar niet goed in mijn hoofd bereken. Dan ga ik gewoon weer met die app aan de slag. Maar ik zeg dat nu. Maar hoogstwaarschijnlijk staat vanavond alles weer ingevoerd in mijn app. Omdat mevrouw niet kan loslaten. Ik hoop dat jullie geen verschil zien. Maar ik loop hier met mijn gammele camera rond. Want hier is het pakketje. En dat gaat nu op de post. Zo liet ik hem bijna vallen. Oh my god. Ik vind het zo erg. Maar goed, ik ben hem ook lang kwijt. Dus sorry dus voor mijn beeld misschien. Volgens mij valt het wel mee. Want nu heb ik hem net schoongemaakt. Maar die kras namelijk die op nieuwe camera zit is groter dan wat op deze camera zit. Maar als ik deze terugstuur zeggen ze ja vriendin.
Jij bent grappig. Zeg, klopt. Heel grappig. Nou, ik ga nu naar Peter toe. Even een boodschapje halen en medicatie halen. En dan weer eens toehouden. En dan misschien dus met mijn zus. Ik zal mijn zus ook een bericht sturen. Ook medicatie halen. Echt lekker gezonde familie hebben wij. Hallo, lieve mensjes. We zijn echt een paar uur verder. Het is nu bijna 4:15. Ik was heel lang met Peter op weg. Oh, mijn klepje. Oh, dan moet ik weer helemaal wennen dat dit ding nog erger uit van ellende uit elkaar valt. Ik zag deze staan bij de Plus. Maar ik zag ze ook al bij de... Nou ja, nog ergens anders. Dat is dat Airman. Daar heb ik ooit in een taste-test heb ik die gehad. Met karamelsmaak. Die vond ik heel lekker. En deze is ook echt prima te drinken. Er zit wel ergens een gek smaakje aan, maar op zich wel een lekker gek smaakje. Maar ik kan het niet echt beschrijven. Wat ik nu dat ik daarmee moet gaan doen. Oké. Deze camera flikkert blijkbaar naar achter. Nou, in ieder geval, jullie zien me straks. Want ik kom er niet meer bij. Dan heb ik zoveel editwerk straks. Of vinden jullie de lucht? En hier is weer het simpele maaltuigje. Kipsnitzel en Mexicaanse melange en dus aardappelblokjes. Hij doet alles scherp stellen behalve waar ik wil dat hij hem scherp stelt. Tada! Goedemorgen. Als je me op Instagram volgt, dan heb je dit beklacht al gehad. Dus dan kan je even skippen. Maar Lia heeft gewoon krentenbaard. Het is helemaal geen oorontsteking. Ze krijgt nu opeens hier een plek in de neus, hier bij de oog. Maar toen heeft ze er aangezeten en dan gaat ze aan haar gezicht zitten. Dat is vet besmettelijk. En denk ik, ja, ik snap dat huisartsen het druk hebben. Daar ga ik echt niks over zeggen. Maar dan gaan de assistentes diagnoses overnemen. En toen wou ik dus toch even een afspraak hebben van, ik wil dat er naar gekeken wordt. En toen werd ik ook in het hokje daarachter bij de assistenten. En die ging dan wel overleggen met de arts, maar de arts heeft het niet gezien. Dus dan krijg je gewoon, ja, het is een loper, je moet het schoonhouden. Dus ik ben steeds die korsten, of tenminste dat aangekoekte oorsmeer, wat ik dacht dat het was, aan het weghalen. Maar daaronder blijft dan dat vochtige, glimmende huid open liggen, waardoor het vet lang besmettelijk blijft. Dus ik moet daar gewoon van afblijven en gewoon wachten tot het loslaat en dan weer afhalen. Of later, ik weet dat niet eens zeker, dat moet ik straks even vragen. Gelukkig zelf zo even naar de huisarts, dus dan kan ik dat eventjes vragen. Iemand zei ook, een van mijn volgers zei ook iets over een zalfje. Maar ik vind dat wel heel kwalijk, want kijk, nu is het niet zo erg, hè? Nu is het krentenbaard. Ik bedoel, krentenbaard is ook al net zoals waterpokken besmettelijk voordat het zichtbaar is. Alleen, zelfs van krentenbaard word je niet ziek. Van waterpokken kan je nog wel echt heel goed ziek worden. Maar ja, het is wel vervelend, want ze heeft nu wel met kinderen gespeeld. En ja, weet je, dan had ik het gewoon lekkerder gevonden dat ik dat dus even had kunnen zeggen van, goh, let op, ze heeft wel krentenbaard, even oppassen met knuffels en kusjes en weet je wat allemaal. Maar goed. Ja, weet je, als het er rond gaat, gaat het er rond. En onder kinderen gaat het dan heel snel. En ja, ik kreeg ook krentenbaard van een ander meisje in mijn klas. En dat heb ik toen ook heel heftig gehad. Ja, het is even niet anders. Maar ik vind het wel gewoon slordig of zo. Even weer die lens. Nu heb ik weer zo'n ADD dingetje. Ik moet dus om 10:30 bij de huisarts zijn. En ik heb dus nu al het gevoel van, ik kan niks meer doen. Het is 8:30. Dus ik heb nog ruim 2 uur. En ik wil nog sporten. Maar dan denk je, ja, dat ga ik toch allemaal niet redden. Maar dat ga ik wel redden. Maar in mijn hoofd denk ik nu, error. Ik had volgens mij laatst iets weer gezegd. Sorry dat ik weer zoveel aan het zeiken ben over mijn gewicht. Ik vind het zelf eigenlijk ook vervelend. Ik ga het niet eens doen. Weet je, ik begin er gewoon niet over. Zullen we dat gewoon doen? Ik begin er niet over. Het gaat prima. Ik ben bij de huisarts geweest. Ik heb even 2 tabletjes gekregen voor schimmelinfectie. Het klinkt altijd zo heftig. Ze zegt ook altijd, ja, het klinkt altijd zo infectie. Het is in principe geen infectie, maar het is een overload aan de bacteriën die in je vagina gewoon aanwezig zijn. Ik heb eerst 2 tabletjes. Ze zegt, dat is gewoon de snelste manier om erachter te komen of het een bacteriële of een vaginose crème is. En als hierna mijn klachten nog zodanig aan
blijven, dan kan ze een kweek gaan doen en dan kunnen we weer verder kijken. Dus dat is dat. En voor Lia, want dat is het tipje van Barbara. Heet ze nou Barbara? Sorry meid als ik je naam verkeerd zeg. Barbara, ja. Een volger van mij die zei van haal ook even een crème. Dus ik heb het even benoemd van, maar ze heeft nu gewoon krentenbaardklachten. Dus ik heb een crèmeetje erbij gekregen. Dat kan ik heel dun erop smeren op de plekjes. Ik zei ja, maar was het dan wel een oorontsteking? Want ja, daar had ze eigenlijk geen last van. Ze zei ja, het is een beetje moeilijk om terug te zien natuurlijk, want zij heeft er niet gezien. Ze zegt maar, door de oorontsteking kan wel, omdat de weerstand laag is. Het, is wel, het zijn wel twee ziektebeelden die hand in hand met elkaar gaan. Dus daarom ook in deze periode van het jaar dat mensen weer verkouden, oorontstekingen, dat soort dingen. Dat dan krentenbaard ook wat vaker weer komt opzetten. Dus vandaar, ik vond er wat van. Ik vind er nog steeds wat van. Ik ben ondertussen weer boven en ik dacht ik ga jullie even meenemen in mijn opruimsessies. Maar toen dacht ik, hey, even niet. Ik heb zin in een massage, dus ik heb een massage geboekt. Ik ga onder de zonnebank om even dat kleurtje bij te houden. Ik ga even lief zijn voor mezelf vandaag. Love it already. Dus ik ga nu eerst richting zonnebank, dan heb ik om 1:30 de massage staan. Dus een andere bank, die andere zijn allemaal bezet. Dus ik ga lekker onder deze. Groetjes aan de meid die hier werkt bij de zonnestudio. Die zat nog vanochtend te kijken. Precies achter de balie nu. Toevallig is dat. Helemaal leuk. Dus... nog eventjes hè. Ik... dat was zo... oh, volgens mij... ik was onder die speciale bank wat voor je gezicht ook is. Beauty Light. Nou, look at this beauty. Ik vond het zo ongemakkelijk gesprek. Dus ik hoop, lieve schat, je kijkt mijn vlogs, dat jij het niet zo ongemakkelijk vond als ik. Want ik moet er gewoon een beetje aan wennen dat ik aangesproken word door mensen. En ik heb nu al 2 keer gehad dat iemand dus iets zei van ik zit je vlog te kijken of leuke vlogs. En dan is het bij mij nog zeg maar 2 minuten loading voor wat er tegen me wordt gezegd. En dan... toen zei ze dus, ja kijk, ik zit hem letterlijk nu te kijken. En toen liet ze hem zo zien, zei ik, oh leuk, wat toevallig. Dus, sorry. Als je mij tegenkomt, moet je gewoon voorbereiden op een heel ongemakkelijk gesprek. Ik ben niet goed in small talk. Ik ben nog helemaal niet goed in antwoorden dat iemand mijn vlog kijkt. Dan wil ik eigenlijk zeggen, oh wat leuk. En zo heel uitbundig reageren, maar ik sla een soort van op tilt. En ik dacht nog in de zonnebank, ik ga nog even naar de tour om te zeggen dat ik het echt leuk vind dat ze naar mijn vlogs kijkt. Heb je de wc-sleutel? Hoeft niet. Oké, dankjewel, werkse. Zo stom! Waarom ben ik zo? Nou, ik ga nu onderweg naar de massage. Er staat dus ook dat ze iets met tarot doet. Maar ik weet nog niet of ik iets geboekt heb waar dat er nou bij in zit of niet. Ik kwam er niet helemaal lekker uit, dus... spannend! Welke moet ik doen? Lieve mensen, deze massage was heel bijzonder. Ze zei gelukkig van tevoren dat het een aromatherapie massage is. Dus niet diep in de spieren. Maar als je voelt hoe los mijn schouders zijn van dus alleen olie en bepaalde aanrakingen... ik vind het heel bijzonder. Ik ben helemaal ontspannen, is de meid. Ik mocht dus achteraf kaartjes trekken. En de aan die kant, die geven en nemen, die viel eruit. En die overvloed, die trok ik zeg maar zelf op gevoel. Dus ik vind die kaartjes altijd heel bijzonder. Er komt, soms heb ik echt, dan trek ik een kaartje en denk ik, nou, tenminste als ik het... ik heb eigenlijk tot nu toe altijd echt hele passende kaartjes. Mijn zus had kaarten mee op vakantie. Die vond ik een beetje lastig. Die waren een beetje te ingewikkeld. Die waren een beetje te diep, zeg maar. Deze zijn heel toegankelijk. Dus ik ga kijken naar dit deck. Want ik wil zelf dus ook voor die kaarten hebben. Alleen, er zijn er zoveel. En dan zie ik door de boom het bos niet meer. Maar ik vond het heel bijzonder. Dus ik ga een keer een uitgebreide sessie bij haar doen. Want zij heeft dus ook een aromatherapie massage. En dan ook reiki. En... een tarotlegging. En dat wil ik al heel graag een keer tarot. Door TikTok. Maar ja, TikTok is natuurlijk een collective reading. Goedemorgen. Ik weet niet of ik het gisteren gefilmd heb, maar die heb ik gisteren helemaal geboekt.
Nou. Again! Wij zijn ondertussen ready to rumble. En we gaan richting Ladystart. Gaan we eerst even daar rondlopen. Ik kan mijn jas nergens. Ik vind het zo absurd dat ik mijn jas niet kan. Kun je nou een jas kwijtraken? Echt, ik kan alles kwijtraken. Echt, wil je iets kwijtraken? Je man. Zet mij in. Ik raak hem kwijt. Nou goed, we gaan richting Ladystart. Dat zijn dus allemaal leuke dingetjes. Sorry, ik heb mijn beker hier vast. Dus ik heb even geen andere hoek. En eten, drinken, activiteiten. En Lia gaat dus optreden. Dus dat is wel heel erg leuk. Ze heeft er namelijk heel erg zin in. Dus dat geeft mij goede hoop. Het enige wat ik ook nog wel graag zou willen hebben is een zonnebril. Ja, de meid wil het wel veel, hè? Hoor je dat? Bzzz. Oké. Okay. Nou, als mensen dan tegen jou zeggen, hoi prinsesje, zeg je dan hallo? Nee, hallo. 1, 2. Hallo. Let's go. Hallo. Ben jij geen moeder? Hallo. Auw. Hoe krijg ik het ook weer voor elkaar? Loop ik weer precies met mijn knie. Oh, ik heb die trek uit. Nou, welkom. Enjoy vandaag. Het is zo leuk om mij te zijn. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo modder vast, hè? Ik, ja, het staat weer in de modder vast. Het heeft indruk op te gemaakt hoe we vast zaten in modder. Papa. Nou, oké. Toch? Hè? Loop ik verkeerd. Nou ja, ik zat daar een slijm. Hey, hallo. Nog een gevallen zwaan. Oh. Laat het zien, Lia. Lia. Laat het zien. Deze is goed. In het midden. Dit was vroeger dus ook altijd zo. Dan liep ik. En dat was de oudste, Bren. Dat is nu Lia. Met haar kont in de kinderwagen. Maar je hebt hard gedanst, Lia. Ja. Ben je er nog? Ze deed wel echt fantastisch goed, want ze stond en in het midden. En ja, ze vindt dit ook echt gewoon een hele leuke dans. Maar ik ben echt mega trots op jou, Lia. Ja, heel goed gedaan. Kan maar lekker in de auto zitten, schatje. Kan je lekker uitrusten? Ik ook. Ja, jij hebt het ook heel goed gedaan. Wat is er? Tillen. Je moet toch de auto winnen? Kun je toch niet in de auto tillen? Papa! Ik wil jij mij naar mijn plekje sturen. Oké, kom. Ik ga jou erop zetten. En dan gaan we naar huis, gaan we even kijken wat we gaan eten, ja? Oké. Ik ben heel trots op jou. Kruikjes. Oh, wat ruikt het lekker. Ruikt naar... Oh. Dat nee, is dan weer wat ik anders. Doe dit foto maken. Ik ga foto maken. Net al zo'n 30 vliegen uitgemoord. Helemaal zenuwachtig, ik kan het reuzen. Ik vind toch een beetje zielig eigenlijk. Goed, wij hadden als avond even pizza gehaald en de meiden hadden knakworstjes. Dat was
onze minder voedende maaltijd van de week. En ja, nou, punt. Meer heb ik eventjes niet. Oh ja, ik ging een toetje maken. Ik ben zojuist aangekomen bij mijn date. Dus die ga ik even ophalen. En dan zien jullie mij zo. Een jaar gaat duren, deze student. 6 tot 8 weken. Oh. Dus ik hoop dat die zo kapot is. Dat ik gewoon een nieuwe krijg. Kijk hoe. Ja, maar dit is ook niet mooi. Het is hartstikke roze licht. Mijn kleur is mooier, jouw white angle. Cheers, dat is mijn date. Dat had ik nog helemaal niet gezegd. Ik zei in de auto, ik ga nu mijn date ophalen. Oh, echt? Dat is wel heel geheimzinnig. Ik ben Roberto. En I make your wildest dreams come true. Goedemorgen. Het was gisteren echt mega gezellig met Rebecca. Ik ben blij dat we gegaan zijn en dat ze zin had, want ze had al een hele dag op zitten. En ik zijn er vrij hetzelfde in de zin van, we hebben wel te veel prikkels binnen gehad en dan willen we vaak gewoon rust. Hey, mijn AirTag is... Heb jij je AirTag nog om? Ja. Nou. Niet heb jij hem afgedaan? Ja. Ja, dat mocht ook wel hoor. Maar ja, als je er geen last van hebt, dan... Heel goed, schatje. Ik wil weer even mijn quarkie maken, zoals elke ochtend. En is Tim nu sporten? Dan ga ik daarna sporten. Ik maakte volgens mij mijn haal weer niet af. Maar goed. Ik krijg op zich wel energie van Rebecca. Ik weet niet of het wederzijds is, die ligt misschien helemaal verpand. Oh, dat was het zwaar. Goed, en toen, dan gaan we naar... Tim is nu sporten. Dus altijd 220 gram magere Franse kwark en dan van die flavored dingen poeder van ESN. En een lotuskoekje en dan doe ik aanraden van even jullie sierzaten in, puur voor dat je er wat langer vol van zit en iets van aardbeidjes. Het is echt prachtig weer vandaag. Ja, oké. Okay. Sorry mensen. Ik heb gisteren ook een goed gesprek gehad met Rebecca. Over hoe nu verder met mijn kanaal. Dus ze heeft mij waardevolle tips gegeven. En daar ga ik even mee aan de slag. Maar dat zien jullie vanzelf allemaal veranderen op mijn kanaal. Nou, veranderen. Allemaal veranderen. Echt. Helemaal om gaan gooien. Dat is niet waar. Ik weet niet meer wat ik daar aan het vertellen. Echt jongens, soms met mijn ADD weet ik het eventjes niet meer. Oh ja, ik was aan het vertellen. Tim nu aan het sporten was. Ik daarna ga. Dan komt Freek van Tim's beste vrienden. En dan gaan we even langs Peter. En die blijft dan hier ook eten. Dus dan denk ik dat ik dus middags met de meiden naar Schatuilen ga. Kijk, nu klopt die chronologisch maar net. Ik weet niet hoe ik dit ga editen in een verhaal dat jullie niet helemaal krankjoren van mij worden. I got money busting out the money clip. Taller hit another lick. Yeah. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money as my backdrop. Ballpoint bass hit harder than a slap shot. Flew up my baby, told her around me like I'm Epcot. I've been doing road on the go-go. Get a bag and flip it, that's for sure. If it's show-show, that was never talk about rent. Turn it down and go get you some money. Turn a 10 piece to a 20 quid. I got money buzzing out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on coming in. Turn a 10 piece to a 20 quid. I got money buzzing out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Eyes on the money, my brothers got my back. Streets moving funny, so I been holding strap. Not playing defense, we been on the attack. Plotting the scheme and how we gon' get it back. Designer all on you, but you can't buy the swag. No mirrors, those foo-foo, I can see the tag. You can bet if I spendin' this, cause I get it back. I'm 5G, your dollar, I can see the lag. All I ever wanted was to have it all. Got close, never froze, had to risk it all. As a little boy, I wish I was a little tall. Never made the league, I found other ways to let me ball. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on coming in. Turn a 10 piece to
Die zijn even naar opa Peter. Ik ga even gehaktballen maken met mager gehakt en ei, knoflook. Ui, knoflook, ei. Gehaktballen. Deze vind ik het allerlekkerst. Deze heb ik helemaal online ergens gekocht. Dan gaan we wel even kijken. Dan moeten we eerst even overleggen ook met de ouders van Zoe. Dan doe ik dit erbij. En dan voor Freek en zo doen we ook nog aardappeltjes erbij. Maar ik... Ja, houd van aan. Misschien kan je één nacht weer bij mij slapen. Nee, slapen gaan we niet doen, want we moeten morgen gewoon weer naar school. Ja. En meestal iets van ketchup. Nee, ik hou van en mosterd. Ik ga met mijn nekken, als het er wel wordt, dan is het super lekker. Het is super lekker. En een appelmoesje, lusten jullie dat ook? Ja! En een toetje. Dan gaan we ook weer nieuwe yoghurt. Ik heb echt belabberd gefilmd op de zondag. En dat komt nu echt hartstikke goed uit, want ik had veel beeld. Maar ik vergeet dus steeds mijn vlog af te sluiten. En dat vind ik wel een beetje vervelend. Ik deed eerst ook zonder, maar ik heb toen te horen gekregen van mensen dat ze het heel fijn vonden als er een afsluiting in zat. Dus laat even weten of dat nog steeds zo is, want ik vind op zich gewoon hem laten uitveden en mijn outro erin kan al ook prima, maar... Soms vinden mensen het heel fijn om een outro te hebben. Ik ga wel deze vlog even afsluiten. Want gisteren heb ik dit volgens mij ook weer niet gedaan. Dus nou ja. Geen idee altijd of ik de woensdag of de donderdag bij de eerste deel doe of bij het tweede deel. Dat is altijd een beetje... Om het even. In ieder geval. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Daar doe je mij een heel groot plezier mee. We willen naar die 2000 toe. Help me daar alsjeblieft mee. Klik nog even als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei lieve mensen.